Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. We lezen momenteel het boek Job, vandaag uit in 569. In hoofdstuk 29 leren we hem kennen zoals hij was voor het lijden hem zo zwaar trof. Het is opvallend dat Job niet begint met een omschrijving van de rijkdom en status die hij vroeger had en nu moet missen. Het eerste wat hij noemt is de vertrouwelijke band die er was tussen God en hem. Meer dan alles mist Job de nabijheid van God. Daarna vertelt Job hoe het er vroeger aan toe ging. We zien een betrokken vader. Maar ook iemand die in de samenleving veel aanzien genoot. Job werd gerespecteerd. Mensen luisterden als hij wat zei. Opvallend is Job's grote zorg en hulp voor de zwakken en kwetsbaren om hem heen. Hij maakte zich daar niet met een minimale inzet van af, maar zijn hart ging naar hen uit. Hij handelde niet naar de letter van Gods wet, maar naar de geest van de wet. Of anders gezegd: Job handelde naar het hart van God. Het volgende hoofdstuk laat een hartverscheurende tegenstelling zien. Job, die zo geliefd was en zoveel deed voor anderen, is nu een voorwerp van bespotting geworden. Het goede wat hij voor anderen deed, krijgt hij niet terug van mensen. En daarbovenuit mist hij God. Hij krijgt geen antwoord op al zijn roepen en hij kan niet anders dan denken dat God zich tegen hem heeft gekeerd, al begrijpt hij niet waarom. Job's geduld wordt lang op de proef gesteld. Maar uiteindelijk zal blijken dat het anders is dan Job hier denkt. Tot nu toe hebben Jobs vrienden voortdurend gesuggereerd dat Job op de een of andere manier schuld op zich heeft gelaten en daardoor in problemen is gekomen. Job sluit nu zijn uiteenzetting af met een gedeelte waarin hij met een aantal plechtige verklaringen zijn onschuld wil aangeven en betuigen. Toch zijn Jobs woorden niet in de eerste plaats gericht tot zijn vrienden, maar tot de Heere zelf. Job legt zijn zaak bij God neer en geeft aan dat de Heere recht zal moeten spreken. Maar, zoals ik al aangaf in vorige uitzendingen, er ontbreekt bij Job enige vorm van nederigheid. De Heere zal het later aankaarten. Het boek Job leert ons dat als we voor God komen, Hij ons echt voor zich wil zien staan. We kunnen voor onszelf geen verdediging optrekken. Het heeft helemaal geen zin om onszelf op te bouwen, alsof we een groot iemand waren, of iets groots gedaan hadden. Niets is zekerder dan dat God elk soort arrogantie zal afbreken. Dus is het wijsheid voor ons om vandaag de lage en verbroken plek in te nemen. Want het is de lage plek die ons het beste zicht op God en zijn redding geeft. Ik vraag me af of je ooit in het woord van God de verwijzingen naar dit berouwvol zijn en hoe God dat goedkeurt hebt opgemerkt. Zo staat bijvoorbeeld in Psalm 34, vers 19: De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Kom niet tot God om met hem op gelijke voet handel te drijven. We moeten inzien dat we God in berouw benaderen. Dit wordt door de hele Bijbel heen onderwezen. Deze kwestie van nederigheid en berouwvol zijn is niet alleen voor bekenden of hooggeplaatsten een probleem, het is voor iedereen een probleem. Zeker voor hen die in de dienst van de Heere zijn. Hoe anders dan dat hij was, is het om trots te zien in het leven van wie zijn naam noemen en zeggen dat ze gelovigen zijn. En in dit laatste gedeelte is Job daarom niet erg aantrekkelijk. Job is bezig geweest met zichzelf op de schouder te kloppen. Hij heeft verteld wat een voortreffelijk, invloedrijk, goed mens hij was en speelt dan op het gevoel door zijn huidige toestand te beschrijven. Terwijl hij zijn reden in dit hoofdstuk zal afsluiten, maakt hij er nog steeds aanspraak op dat hij een heel goede vent is. Job 31, vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Met dit vers geeft Job aan dat hij zijn ogen, waarmee hij alles waarneemt en waar langs verleiding tot hem komt, tot bondgenoot maakt, zodat zijn ogen met hem samenwerken om zonde en begeerte te bedwingen. Job heeft ervoor gekozen weerstand te bieden aan verleidingen. Met deze woorden onderstreept Job dat hij zuiver heeft geleefd. Hier presenteert Job zich als een mens die volkomen trouw is aan de wet en die de essentie ervan... Zoals weergegeven in het tiende gebod en veel later in de bergreden, heeft nageleefd en geëerbiedigd. Job 31, versen 2 en 3. Want wat is het deel van God van boven of het eigendom van de Almachtige vanuit de hoogten, Is het niet ondergang voor wie het verkeerde doet en ongeluk voor wie onrecht bedrijven? Na de onschuldverklaring vraagt Job wat hij te verwachten heeft van de Here. Hij doelt hiermee op Gods rechtspraak. Ondanks de harde woorden in het vorige hoofdstuk, heeft Job zijn vertrouwen in Gods rechtvaardige rechtspraak niet verloren. Job 31, vers 4 Ziet gij mijn wegen niet en telt gij niet al mijn voetstappen? De Heere weet alles. Daarom kan hij als geen ander bevestigen dat Job rechtvaardig is en geen schuld met zich meedraagt. Job hoopt de Heer ertoe te bewegen, alsnog een gunstig oordeel over hem uit te spreken en een keer te brengen in zijn situatie. Job 31, versen 5 tot en met 12. Als ik met leugenschap omgegaan en mijn voet zich gehaast geeft naar bedrog, laat gij mij dan wegen in een zuivere weegschaal, en God zal mijn oprechtheid weten. Als mijn schreden van de weg zijn afgeweken en mijn hart mijn ogen gevolgd is en er iets aan mijn handen kleeft, dan mag ik saaien, maar een ander eten. En wat bij mij uitspruit, mag ontworteld worden. Als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan, of als ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste, laat mijn vrouw dan koren malen voor een ander en laat anderen zich over haar heenbuigen. Dat zou namelijk schandelijk gedrag zijn. En het is een misdaad bij de rechters. Dat zou namelijk een vuur zijn dat verteert tot in het verderf en dat al mijn opbrengst ontwortelt. Nadat Job zijn vertrouwen in Gods rechtvaardige rechtspraak heeft uitgesproken, volgen een aantal verklaringen waarin hij zijn onschuld betuigt. Eerst in algemene zin. En daarna in relatie tot oneerlijkheid. Job daagt de Heer uit hem te wegen op gods zuivere weegschaal, zodat de Heere zal weten dat hij onschuldig is. Hij zegt dat, als hij ontrouw of oneerlijk was geweest, dat dan zijn vrouw maar van hem moet worden afgenomen. Hij heeft niet in zonde geleefd zoals anderen doen. En ik geloof dat al deze dingen die Job zegt volledig juist zijn. Hij was een goed man, maar hij heeft deze vreselijke blinde vlek: trots. Zijn vrienden hebben hem tot een verdediging van zichzelf gebracht en hij kan er gewoon niet meer mee ophouden. Hij moet bluffen over zijn goedheid. We zien ditzelfde ook vandaag. Mensen denken vaak dat zij wel helemaal in orde zijn. Laat het duidelijk zijn: als je in Christus Jezus bent, ben je gered. Maar ongeacht wie je bent, jouw leven voldoet niet aan Gods standaard. En dat van mij ook niet. Job 31, versen 13 tot en met 15. Als ik het recht van mijn slaaf of van mijn slavin versmaad heb, Wanneer zij een geschil met mij hadden, wat zal ik dan doen als God opstaat? En als Gij onderzoekt, wat zal ik hem dan antwoorden? Heeft hij die mij in de buik maakte ook hem niet gemaakt? En heeft één ons niet in de baarmoeder gevormd? Hoewel dienaren in het algemeen geen belangrijke positie innamen, heeft Job hun in geschillen nooit het recht ontzegd hun eigen mening in te brengen. Daarmee geeft Job aan dat zijn dienaren voor hem altijd volwaardige rechtspersonen zijn geweest. Voor God is de ene persoon niet meer waard dan de andere en daarom mag dit voor mensen ook niet het geval zijn. Job was dus een soort kapitalist die goed was voor zijn werkvolk. Er zouden er vandaag meer moeten zijn die dat konden zeggen. Job 31 versen 16 tot en met 20 Als ik de armen iets van hun wens onthouden heb of de ogen van de weduwe heb laten versmachten als ik mijn stuk brood alleen gegeten heb zodat de wees daarvan niet gegeten heeft ja, hij is vanaf mijn jeugd bij mij opgegroeid als bij een vader en de weduwe heb ik vanaf de buik van mijn moeder geleid. Als ik iemand heb zien omkomen, omdat hij zonder kleding was en omdat de armen geen bedekking had. Als zijn heupen mij niet gezegend hebben, omdat hij zich verwarmde met de wol van mijn schapen. In deze versen wijst Job op zijn rechtvaardige gedrag tegenover mensen in armoedige omstandigheden. Met nadruk beschrijft Job zijn zorg voor weduwen en daarmee voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Hij beschrijft ook een aantal situaties waarin hij kwetsbare mensen heeft ondersteund. Job had zeker de armen geholpen. Hij had een armoedeprogramma opgezet, lang voordat iemand anders dat ooit gedaan had. Hij zorgde voor de wezen. Hij noemt het allemaal weer. Hij pocht over al de dingen die hij gedaan heeft. Ik geloof dat hij ze ook werkelijk deed. Maar hij is opgeblazen van trots. Dat is het waar hij in de problemen zit. Hij zegt in feite voortdurend: Ik ben zo goed geweest dat God onrechtvaardig is door mij te behandelen zoals hij doet. God zit verkeerd. Ook wij moeten daar komen waar we zijn naam boven alles kunnen prijzen. Ook als we zelf beneden in het stof zitten. Job 31, versen 21 en 22. Als ik mijn vuist gezwaaid heb tegen de wees. omdat ik zag dat er hulp voor mij in de poort was. laat dan mijn schouder van het schouderblad vallen. en laat mijn arm dan van zijn pijp afbreken. Jobs onschuldbetuigingen worden gevolgd door een ernstige zelfverwensing. voor het geval hij misdaden tegen zwakken zou hebben gedaan. Hij spreekt de wens uit. Dat in dat geval zijn schouder ontwricht mag worden en zijn arm uit het gewricht mag worden getrokken. Job 31, vers 23. Want het onheil van God joeg mij angst aan en vanwege zijn hoogheid kon ik niets. Als motivatie voor zijn zorg tegenover kwetsbaren stelt Job dat het oordeel van de Heere, dat wil zeggen het onheil waarmee hij de goddelozen treft, het ergste is wat een mens kan overkomen. Tegen Gods majesteit en macht is geen mens opgewassen. Job 31, versen 24 en 25: Als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of tot het fijne goud gezegd heb. U bent mijn vertrouwen, als ik mij verblijd heb, omdat mijn vermogen groot was en omdat mijn hand geweldig veel verkregen had. Er volgen nog meer onschuldbetuigingen, nu met betrekking op de verleidingen van rijkdom en afgoederij, die beide gemakkelijk de plaats kunnen innemen die de Heer alleen toekomt. Voor de rijke Job zal die verleiding zeker op de loer gelegen hebben. Hoe gemakkelijk kan een rijke zijn vertrouwen stellen op zijn bezit in plaats van op God. Het is ook waar Elifas Job eerder van heeft beschuldigd. Maar Job zocht zijn levensvreugde niet in de grootte van zijn vermogen, of het vele dat hij met eigen handen had verdiend. De Bijbel waarschuwt op vele plaatsen voor de gevaren van rijkdom en herinnert eraan dat alle bezit uit Gods handen ontvangen is. Job 31 versen 26 tot en met 28. Als ik het zonlicht gezien heb, wanneer het scheen, of de maan die stralend voortging, en mijn hart in het geheim verleid werd, en mijn hand mijn mond gekust heeft. Ook dat is een misdaad bij de rechter, want dan zou ik God van boven verloochend hebben. Ook aan de verering van het licht van de zon of van de maan heeft Job zich niet schuldig gemaakt. Hemellichamen werden in heel het oude nabije oosten vereerd. Het Oude Testament maakt geen onderscheid tussen dergelijke beeldloze godenverering en andere vormen van afgoderij. Zelfs in het geheim heeft Job zich daartoe niet laten verleiden. Het zouden allemaal misdaden zijn waarvoor een rechtbank Job zou moeten veroordelen, want daarmee zou Job de God van de hemel hebben betrogen. Job 31, versen 29 en 30 Als ik mij verblijd heb over de verdrukking van hem die mij haatte en opgewekt ben geweest wanneer het kwaad hem trof, ik heb zelfs mijn gehemelte niet toegelaten te zondigen door met een vervloeking zijn ziel op te eisen. Jobs levenshouding sluit aan bij Gods gebod medelijden te hebben met zijn vijand, en de oproep geen leedvermaak te hebben als de vijand door onheil wordt getroffen. De Heer Jezus gaat in het Nieuwe Testament echter nog een stap verder door van zijn volgelingen te vragen dat zij hun vijanden lief hebben. Job 31, versen 31 en 32 Als de mensen van mijn tand niet hebben gezegd, wie werd er niet verzadigd van zijn vlees? De vreemdeling overnachtte niet op de straat, ik opende mijn deuren voor de reiziger. Nu kaart Job zijn gastvrijheid aan. In het oude nabije oosten was gastvrijheid een belangrijke waarde en ongastvrijheid werd iemand als schande aangerekend. Maar laten wij ons niet achter cultuurgebruiken schuilen. Jezus verlangt van al zijn volgelingen gastvrijheid. In Romeinen 12, vers 13 staat: Leg u toe op de gastvrijheid. Job 31, versen 33 en 34. Als ik zoals Adam ooit mijn overtredingen bedacht heb door mijn ongerechtigheid in mijn binnenste te verbergen omdat ik bevreesd was voor een grote menigte en de verachting van de geslachten mij onstaald zou doen raken, zodat ik zweeg en de deur niet uitging. Deze verzen hebben betrekking op het verborgen houden van zonde. Iets wat ook elders in de Bijbel wordt afgekeurd. Aan een dergelijke schijnheiligheid heeft Job zich niet schuldig gemaakt. Job benadrukt dat hij niets te verbergen heeft. Hij heeft alles over zijn leven besproken, maar hij heeft geen belijdenis van zijn trots gedaan. Dat komt nog, aan het einde van het boek. Job 31 versen 35 tot en met 37. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden en laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekend maken. Als een vorst zou ik tot hem naderen. Job komt met de wanhopige uitroep tot het einde van zijn pleidooi. Hij doet een beroep op de Here. Als hoogste rechter om zijn zaak aan te nemen en recht te spreken. Job heeft zijn onschuld bepleit. Laat nu de Almachtige hem antwoorden. Laat ook hij, als Jobs aanklager, nu een officiële aanklacht opstellen. Job is daar niet bang voor. Integendeel, hij is ervan overtuigd dat zo'n aanklacht niets anders kan zijn dan een bevestiging van zijn onschuld. Job beschrijft de heer als rechter, maar ook als aanklager. Eerder zag Job deze dubbelrol als een uitzichtloze toestand. Nu is daarvan geen sprake meer. Het is nu alleen nog wachten op het moment dat de Heere gaat spreken. Als de Heere later in het Bijbelboek inderdaad het woord zal nemen, zal er van Jobs triomfantelijke, zelfverzekerde houding niets meer overblijven. Job 31, versen 38 tot en met 40 Als mijn land ooit tegen mij geroepen heeft en zijn voren gezamenlijk hebben geweend, als ik zijn volle opbrengst geheten heb zonder geld uit te keren en de ziel van de pachters ervan heb laten zuchten, Laat dan in plaats van tarwe distels opkomen. En in plaats van gerst giftig onkruid. Hier eindigen de woorden van Job. De onschuldbetuiging leek in de vorige verzen afgesloten. Maar er volgt er nog een. Een soort PS. Job heeft blijkbaar nog veel te zeggen. Toch sluit het hoofdstuk af met de vermelding dat de woorden van Job hier eindigen. Job heeft gezegd wat hij te zeggen had. Na zijn slotpleidooi valt daar niets meer aan toe te voegen. Behalve een bescheiden reactie nadat de Heer zelf gesproken heeft, is Job en de rest van het Bijbelboek alleen nog zwijgend aanwezig. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de Ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.